Vecht voor bier. Sterf voor bier. Daan. Drinker van drank, jij bent van mij. Toch wel lekker zo'n bakkie pleur. Ik help jou je koffiebonen te vermalen. Jij! Drinker der bonen! Ik dacht dat ik het in de laatste keer al duidelijk had gemaakt. Je bent hier niet welkom. Onze bonen zijn van ons. Ga terug naar waar je vandaan kwam. Dit wordt je ondergang. Dom. Dom, 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 dom. Jeez, je bent echt fucking lelijk. Rennen zul je, zie je wel, misbaksel, schavuit. Bier is liefde, bier is leven. Snap back to reality. Hey, welkom terug in de wereld waarin we niet doen alsof we doorgedraaide Uruk Hai in Middle-earth zijn. Anyway, dat was het voor onze enorm gekke, bizarre video van Middle-earth Shadow of War. De finale van onze themaweek. Ja, we hebben ook nog een giveaway en allerlei andere toffe video's van Middle-earth Shadow of War. Maar dat maakt niet uit, want dit was onze meest bizarre edit en ik ben echt net wakker van dat editen. En ik hoop dat je ervan genoten hebt, want ik heb serieus tot midden in de nacht urenlang aan deze edit lopen werken. Dus het was een zware bedoeling. Maar goed, anyway, ik hoop dus dat je ervan genoten hebt. En als dat zo is, steun ons dan. Alsjeblieft. Je kunt altijd een likeje achterlaten. Helpt ons enorm. Abonneren helpt ons enorm. Een keer een lieve reactie achterlaten. Doe je ding. Mag allemaal. En natuurlijk, klik ook gewoon door naar andere video's. Want ik bedoel, gekke sketches is niet het enige wat we doen. We reviewen ook games, tech. We doen verslag van de hele game-industrie. We hebben allerlei gekke dingen die we doen op gamersnet.nl. Nieuws, notabene, als je echt wil weten waar het over gaat in de wereld van de games. Hey, druk op gamersnet.nl. Druk op een video. Ah, doe je ding. Gekke dingen. Ik hou van jullie. Nou, niet echt. Misschien wel. Weet ik veel. Tot snel.